Het Sint-Michielsakkoord zette het dak op het federale huis, zoals het wat plechtig heet. In de praktijk is het dak nog in de maak. Het dak namelijk van het nieuwe gebouw van de Vlaamse Raad, het Vlaamse parlement dat u morgen voor het eerst rechtstreeks zal verkiezen. Een Vlaamse Raad bestond natuurlijk al en er bestaat een Vlaamse regering met heel eigen bevoegdheden, zoals milieu, onderwijs, cultuur, economie enzovoort. Maar in die Vlaamse Raad zetelden geen rechtstreeks verkozen leden. Het waren de Vlaamse Kamerleden en senatoren die er de dienst uitmaakten. Morgen gaat u voor het eerst zelf die Vlaamse raadsleden aanwijzen. Dat nieuwe Vlaamse parlement zal bestaan uit 124 leden. 118 rechtstreeks verkozen, daarbovenop 6 leden uit de Brusselse hoofdstedelijke raad. Die Vlaamse raad controleert de Vlaamse regering. De raad moet de volle parlementaire termijn uitdienen. De volgende verkiezingen vinden plaats in juni 1999 samen met de Europese. Als de Vlaamse regering valt, moet de Vlaamse Raad een nieuwe regering op poten zetten. Het staatshoofd komt niet tussen in de vorming van die Vlaamse regering. Dat moeten de partijen onder elkaar zelf bedisselen. Er is geen formateur nodig. Als de Vlaamse regering zou vallen en de nieuwe partijen raken het niet eens over de vorming van een nieuwe, moet desnoods een regering met evenredige vertegenwoordiging worden gevormd.